In het zuiden van Suriname is deze week een start gemaakt met werkzaamheden om alle dorpen te voorzien van straatverlichting. Dit zal volgens het Nationaal Informatie Instituut, NII, het gevoel van veiligheid en het woongenot onder de burgers vergroten. In een persbericht zegt het instituut dat bij diverse consultaties, die eerder door het bureau Volkscontacten zijn gehouden, de bewoners van de dorpen hebben aangegeven dat zij uitkijken naar verlichting in hun woonomgeving. Door tussenkomst van een ondernemer zijn inmiddels materialen ter beschikking gesteld. In het eerste dorp Komalasamutu zijn de stortingswerkzaamheden voor het plaatsen van palen van het netwerk reeds aangevangen. De aanleg van straatverlichting die op zonne-energie functioneert zal nog enkele weken in beslag nemen. Het gaat in deze om 60 kolommenpalen met verlichting. In het dorp zijn de afgelopen week 2 nieuwe waterbronnen succesvol aangeboord door de Surinaamse waterleidingmaatschappij. De SWM zal verder werken om de bronnen te verbinden met het netwerk in het dorp om het waterprobleem structureel op te lossen.